Breda Nu. Je weet het meteen. De gemeente Breda, Avans Hogeschool en de NRTV zijn gezamenlijk een nieuw project gestart met elektrische deelauto's. Het startschot werd gegeven door wethouder Paul de Beer. Delen van een auto is wel heel erg anno 2018. Dus we waren denk ik allemaal als losse organisaties allemaal al bezig. Maar hoe kun je nou je auto's minder aan één persoon koppelen, maar veel meer aan gewoon algemene mobiliteit koppelen. Dus hoe kun je ze delen? Nou, wij hebben sowieso de gewoonte om in Breda op veel projecten samen te werken. Dit is bij uitstek een project waarin je een beetje moet opschalen met aantallen mensen. Dan ligt het ook voor de hand om partners te zoeken die allemaal hetzelfde willen, namelijk duurzaamheid. En is de gemeente, de provincie, onze collega hogeschool de dichtstbijzijnde partners om mee te starten? Nou, dat is eigenlijk vanuit de community Claudius Prinsenlaan. Dat is een club van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn rondom de Claudius Prinsenlaan. En die zijn door het Brabants Mobiliteitsnetwerk bij elkaar gebracht een paar jaar geleden. En in die club is eigenlijk het idee ontstaan voor een elektrisch deelautoproject. Ja, iedereen is natuurlijk gewend om op een bepaalde manier te werken. En je moet die hele manier van werken dan wel aanpassen. Dus alle organisaties hebben daar een bepaald beleid op. Ja, dan moet je wel op elkaar afstemmen. Ja, we moeten vooral zorgen dat onze medewerkers er bekend mee raken. Niet alleen onze medewerkers van Avans, maar ook die van de gemeente en van de NATV. En dat die voor hun zakelijke reizen, maar eventueel ook privé, de auto's steeds vaker gaan gebruiken. Nou, het is natuurlijk een onderdeel van alles wat je doet in het kader van mobiliteit. Hè. Dus de NATV is bezig een campus te realiseren. En eigenlijk zouden wij het liefst al onze medewerkers op de fiets zien komen. En als ze dan een dienstritje moeten maken in Brabant, dat ze dan die elektrische auto pakken. Dat is goed voor hun eigen gezondheid en het is goed voor het milieu. En die dingen komen mooi samen dan. Als we minder auto's hebben, die auto's beter delen, dan wordt het ook een stukje rustiger op de weg. En dat is wel belangrijk. We zitten hier aan de Claudius Prinsenlaan. Het is een drukke weg. En als je in de mobiliteitsmodellen helemaal gaat doorrekenen hoe het er hier over 10 jaar voor staat, op basis van huidige gebruik, dan staat het waarschijnlijk gewoon vast. Dus je zult met nieuwe concepten, en dat kan meer doen op de elektrische fiets voor de kleine stukjes, maar ook meer met deelauto's werken, dat heeft uiteindelijk ook gewoon een heel positief effect op de doorstroming. Buiten dat het gewoon ook goed is voor de duurzaamheid. Is volgens mijn idee, we zijn nu bezig met de zogenaamde City Deal met de gemeente Breda. Daar werken wij samen aan. En een van de onderdelen zou kunnen zijn een goed geïnstrumenteerd, verlicht, snel fietspad. Tussen de locaties in Brabant. Waardoor de mensen die net iets verder wonen toch gemakkelijk op de fiets kunnen komen en veilig. En daar zitten we samen in het project. Kijk, we konden natuurlijk bogen op ervaring van anderen. Uden is hier als voorbeeld genoemd, hè. Duurzaam op weg. Paleis Kwartier Elektrisch als voorbeeld. En daar hebben we van kunnen profiteren. En dat betekent dat dit project vrij soepel tot stand gekomen is. Nou, het is denk ik goed dat we dan de kennis gebruiken die de gemeente heeft op dat terrein. Avans heeft een aantal opleidingen die natuurlijk daar aan verwant zijn. En wij hebben ook opleidingen in het kader van logistieke mobiliteit, waarin we al proefopstellingen hebben op fietsen, dat je met 3D-brillen op kan zien op welk toekomstig fietspad je gaat fietsen en wat je dan allemaal tegenkomt. En dat zijn gezamenlijk, denk ik, hele mooie ontwikkelingen. En dat stimuleert ook deze vraagstukken op te lossen. Breda Nu. Je weet het meteen.